Maarten, Amber Woodrow hier. Welkom bij een nieuwe video. Leuk dat jullie deze video weer hebben aangeklikt. Vergeet ook niet eventjes om op de knop abonneren te drukken. Dan blijf je van alles op de hoogte. Ik pak de draad weer gewoon helemaal langzaam op. Totdat ik weet van wat de datum is voor mijn operatie en daar ook weer naartoe kan leven. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor alle positieve reacties, mooie reacties op de video die ik natuurlijk heb gepost op mijn YouTube kanaal en op Instagram over het feit dat ik geopereerd moet worden aan een tumor in mijn onderrug. Ik vind het ook heel erg mooi dat er gewoon mensen zijn geweest die hun verhaal aan mij hebben gedeeld in een DM over hoe zij het hebben ervaren met het hebben van een tumor en hoe dat operatief is verwijderd in een hele proces op herstel. Dat vind ik toch wel mooi dat mensen dat met mij willen delen. Ook ik put daar weer positieve energie uit. Dus heel erg bedankt voor alle reacties, alle verhalen die jullie met mij delen over jullie zelf of over iemand die jullie kennen. Dat doet mij goed en dat geeft mij positief gevoel, een positieve vibe. Zoals je ziet sta ik hier in mijn fietsoutfit. Ik had dus gedacht dat ik dit eventjes voor lange tijd op zou bergen. Maar dat is dus niet zo het geval. Het is hartstikke mooi weer, dus we gaan even lekker anderhalf uur fietsen. Dat heb ik deze week eigenlijk alweer opgepakt. Fietsen is iets wat ik wat wil aan te raden is vanuit de chirurg, de neurochirurg. Fitness niet. Niet in ieder geval met zware gewichten gaan sporten, want dat is te belastend voor je ruggenwervel. En dat voelde al niet lekker in mijn hoofd om dat alsnog te gaan doen, mocht ik het wel kunnen doen. Want er zit toch iets daar bij je rug. En heel veel dingen til je natuurlijk vanuit je benen, vanuit je rug. Dus laten we dat gewoon maar eens lekker overslaan. En straks wanneer het weer mag, dan gaan we het weer lekker oppakken. En nu gewoon even lekker fietsen, even anderhalve fietsen. Het is schitterend weer. Dus dat is helemaal top. En ik neem jullie in deze video gewoon nog een beetje mee met wat ik nu doe. Met de veranderende instelling eigenlijk. Om mezelf toch zo fit en energievol mogelijk te krijgen en te houden en toe te leven naar natuurlijk de geboorte van mijn kind en naar de operatie toe. Ik heb zelf weer heel veel positieve energie. Ik ben gewoon nieuwe dingen aan het zoeken die ik kan gaan doen in de tijd dat ik normaal gesproken zou gaan fitnessen, zeg maar, of actief zou zijn. Gaan we nu gewoon dingen doen die mij ook mentaal sterk maken en alert houden en mij fit houden, zoals het fietsen. Wat spiersterkende oefeningen te doen op het gebied van stabiliteit en het verstevigen van je lichamelijke of van je spieren. Zodat het herstel wellicht allemaal wat voorspoediger gaat. En daarnaast ben ik ook met dingen bezig als onderzoek van goede boeken die ik kan lezen. Vooral gericht op een goede mindset, positieve mindset en hoe dat nog verbeterd kan worden. We gaan gewoon andere dingen zoeken om te kunnen doen. We gaan niet bij de pakken neerzitten, want daar is het leven veel te mooi voor. We gaan gewoon met een andere instelling nu de komende tijd in. En dan gaan we gewoon voor het beste gouden herstel. Ik ga nu even lekker fietsen. Heb er zin in. Het is schitterend weer. Lekker zonnetje pakken. Lekker tannen. Lekker bijkleuren op de fiets. Dus ik zie jullie straks weer in deze video. Zo, we zijn helemaal ready. Kijk eens, onze mooie tuin. Helemaal klaar. Het is toch helemaal top met dit mooie weer. Het fietsje staat er ook weer lekker bij. Kijk eens eventjes. Hey. Lekker de gouden bike. Gaan we even lekker flaneren. Kijk, bloemetjes in bloei. Het is toch fantastisch. Dit is wel eventjes top hoor. Ik had zoals gevraagd ook aan de neurochirurg van of ik nog mocht sporten. Vroeg ze wat voor sport dan? Zei ja, fitness, een beetje krachttraining. Ze zei, nou, laat dat maar even niet doen. Vanwege de druk op je wervelkolom natuurlijk. Wat ik al zei in het begin van deze video, voelt voor in mijn hoofd ook niet lekker als ik dat soort oefeningen ga doen. Met extra gewicht wat nog meer drukt op je rug. Dus fietsen mag wel. En hoe blij ben ik nu van dat ik zo'n mooie gouden fiets heb. Nog natuurlijk over van de halve triathlon die ik heb gedaan en waar ik me voor heb voorbereid. Nu is het ook heerlijk om even die fiets op te stappen en even je gedachten op nul te kunnen zetten. Lekker te kunnen fietsen door de mooie landschappen. Helemaal rustig. Een paar tegenliggers, wel af en toe weinig auto's. Lekker die mestlucht door je luchtwegen heen. Dat is wel heerlijk. Beetje, alles een beetje relativeren. Overdenken.
focus op jezelf proberen te houden. Concentreren op bepaalde dingen. Dat je eventjes weg kan duiken zeg maar, uit de nare gedachtes die ik natuurlijk heb nu in deze periode. Ik ben ook heel veel bezig nu, omdat ik niet zo heel veel kan sporten. Heel veel bezig zijn om mind sterker te maken. Dat klinkt een beetje spiritueel en lichtig en zo. Dat dacht ik eerst ook allemaal, maar dat is wel iets om je focus goed te houden en je positiviteit hoog te houden. Als ik op de fiets zit, dan ga je natuurlijk ook snel malen over dingen. Maar goed, een handigheidje wat ik dan heb geleerd en heb gelezen in een boek, waar ik straks even op terugkom, zal ik je even meenemen in wat voor boeken ik nu ga lezen en lees. Is dat je je gedachten verplaatst naar je ademhaling. Zodat je focust op het ademhalen vanuit je hele lijf, buik, longen, borst, neus, mond. Maar bepaalde dingen overdenken van ga luisteren naar het geluid van je fiets, focus je daarop zodat je eventjes je gedachten kan verplaatsen en dat helpt wel heel erg goed, merk ik zelf. Dat zijn dingen die je dan weer leert en waarvan je denkt van joh, dat is wel goed om dat nu mooi beter te pakken, waar je sterker van maakt, je positiviteit sterker maakt en verbetert. Want we willen met alle positiviteit en goede fitheid willen we die operatie doen. We gaan nu weer eventjes lekker verder fietsen. We zijn bijna thuis, ongeveer anderhalf uur weer gefietst. Dat hou ik er standaard nu even in. Anderhalf uur is net een lekkere tijd, een lekker stuk om te fietsen, ongeveer 40 kilometer. Vooral met het heerlijke weer. Dus ik zie jullie straks weer bij mij thuis. Ja, zijn we weer terug. Even een lekker herstel shake maken. Lekker die eiwitten erin knallen. Voor het herstel heb je meer granen er weer in gedaan voor 50 gram. Even te vullen. Dat was in die periode van dat ik erg in onzekerheid leefde tussen die twee MRI-scans. Was dit eigenlijk het enige voedingsmiddel wat ik naar binnen kreeg. Kon ik er zo een paar op een dag. Geef je toch een beetje vulling in je maag. Toch wat koolhydraten. Vetjes en eiwitjes die je binnenkrijgt. Dus ja, dat is vanzelf een uitkomst. Lekker met koude melk erin. Ja, lekker een achtergieter. Helemaal top. Ga ik jullie nu even meenemen in wat oefeningetjes die ik thuis doe. Gefocust eigenlijk op mijn stabiliteit, motoriek ook een beetje. Dat ik toch nog heel goed de controle kan houden over mijn lijf. Ondanks dat het bij mijn onderbenen af en toe er echt inschiet van dat ik niet zo stabiel meer ben. Dat geeft me toch een soort van houvast van dat ik ermee bezig ben. Om het sterker te maken in die zin. In hoeverre dat kan, zeg maar. En dan hopen van dat zijn vruchten afwerpt bij het herstel na de operatie. Ik deed deze oefening altijd eigenlijk onder de douche. Ook wel wat rek en stekken erbij. Maar nu doe ik ze eventjes buiten. En ik heb nog eventjes wat oefeningetjes die ik doe. Dus daarin neem ik jullie nog eventjes mee. Zo geeft het toch wel een lekker voldaan gevoel dat je toch met iets bezig bent. Ik heb ook een paar dagen op de bank gezeten. Alleen daar word ik heel erg ongelukkig van. Word je ook heel erg moe van en raak je echt heel erg in een negatieve spiraal terecht. En zoals nu met het fietsen ben je lekker buiten geweest, zonlicht gehad, lekker een beetje zweten, activiteit in het lijf, gevoel van dat je meer energie krijgt doordat je energie levert. En van de periode dat ik echt op de bank heb zitten hangen en zitten stressen, komen er allerlei pijntjes ook in je lijf. Vooral bij mij in mijn rug wordt alles stijf en dan denk je van, oh, zal dat te maken hebben met dat? Of is het wat anders? Je gaat je automatisch helemaal gek maken. Nu zit ik tenminste een beetje in een positieve flow. Dat wil je ook graag behouden. Dat ga ik jullie eens laten zien, wat oefeningetjes die ik doe. Doe even een ander pakje aan en dan
ben bij jullie terug. Groeimaten, daar zijn we weer met het vervolg van deze video. Het is inmiddels de volgende dag. Het is dus niet dezelfde dag als het laatste stuk waarmee ik net was afgesloten. Interessant van deze video ga ik nog even hebben over wat thuisoefeningen die ik voor mezelf doe. Om lichamelijk toch sterk en fit te houden. Naast het fietsen wat ik natuurlijk doe. Daarnaast ben ik ook begonnen in het lezen van boeken. Ik ben onder meer begonnen met een boek wat ik al een tijdje eigenlijk op een nachtkastje heb liggen. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Dat gaat er gewoon over dat je een goed leven leidt zonder te veel stress te hebben over bepaalde dingen. Want over sommige dingen zit je heel erg lang mee in je hoofd. Terwijl het eigenlijk zonde is. Want dat staat hetgene in de weg om juist na te denken over leuke, vrolijke, mooie dingen. En dit is een boek. Ik ben er ooit begonnen, de 20 pagina's gelezen. Dat heb ik eigenlijk vaak met boeken, omdat ik niet de tijd heb om het uit te lezen. Dus als ik echt op vakantie ga, dan heb ik tijd om me daarop te focussen, om lekker een boek te gaan lezen. Maar als ik zo thuis zit, dan ga je gauw toch andere dingen doen. Dus we zijn weer opnieuw gestart. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar het boek. Hoop dat het mij wat andere denkwijzes kan aanleren en wat goede tactieken. Daarnaast is een boek die ik ooit via mijn werk langs zag komen. Mindgym, sportschool voor je geest. Bestaat eigenlijk uit 12 hoofdstukken. Eigenlijk 12 weken. Per week doe je een hoofdstuk. En ik heb net week 1 ben ik gaan doen. En dat, daar kwam ik net al een beetje op terug tijdens mijn fietsrit. Dat je bijvoorbeeld gaat focussen op je ademhaling. Focussen op bepaalde geluiden van bijvoorbeeld je fiets. Zodat je niet gaat nadenken over de minder goede dingen. Dus dat je eventjes kan afsluiten en geheel kan focussen op datgene wat je op dat moment aan het doen bent. Daar staan voor de rest heel veel meer tactieken in. Hoe je met bepaalde mindsets en denkwijzes om kan gaan. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig hoe dat mij gaat helpen. Dus we kunnen even niet sterker worden in de gym, helaas. Maar we kunnen wel sterker worden in de geest en in je mind, je mindset. Dus laten we daar gewoon maar eens eventjes de tijd voor nemen. Het zijn niet al te zweverige boeken. Van die spirituele boeken, mindfulness, zeg maar, wat de hippe naam is. We gaan deze boeken gewoon eventjes zo snel mogelijk proberen uit te lezen. En kijken wat voor voordeel het kan opleveren. En wellicht ook straks weer in combinatie met de sporten. Wie weet, we gaan het meemaken allemaal. We gaan zo eventjes lekker lezen. Ik heb een lekker bakje koffie mee. Ook dat heb ik veranderd eigenlijk in mijn lifestyle. Eventjes. Normaal gesproken dronk ik altijd 5 tot 6 bakken koffie op een dag. En ik merkte best wel van dat ik van al die cafeïne een beetje schichtig werd. Ik heb het nu teruggebracht eigenlijk naar 1 à 2 kopjes per dag. En dat ik merk toch wel van dat ik dan ook wel weer wat lekkerder slaap. Die kop koffie die zetten we eventjes zoveel mogelijk aan de kant. Gewoon even 2 bakjes voor de smaak in de ochtend en dan is het weer mooi geweest. Ik gebruik dit altijd om de dag op te starten. Het is een soort van gewoonte die je zelf aanleert. En een gewoonte, dat is op een gegeven moment lastig om dat te stoppen. Denk maar aan het roken van sigaretten mensen die verslaafd zijn aan alcohol of aan de gamen, noem maar op. Het wordt op een gegeven moment een gewoonte, wordt op een gegeven moment een verslaving. En dan is het lastig om daar vanaf te komen. Dus we zijn wat lekker aan het downgraden. We gaan nu even beginnen met lezen. En dan eindig ik deze video eventjes met wat oefeningen die ik thuis doe om mijzelf scherp te houden in combinatie met de mentale kracht. Dus dat doe ik een beetje in combinatie met elkaar. En we hebben nu een lekker tuintje om daar wat oefeningen in te doen, dus dat is helemaal top. Ik zie jullie straks weer bij het einde van deze video. Groeimaten, welkom bij het einde van deze video. Zoals gezegd neem ik jullie nog eventjes mee in mijn home workout. Ik heb op dit moment vanwege mijn situatie niks te zoeken in een sportschool, want ik mag niet met extra gewichten gaan sporten. Omdat het veel te belastend is voor mijn onderrug. Dat hoeft niet te betekenen dat ik helemaal niks hoef te doen. Want je kan natuurlijk ook heel veel oefeningen doen met je bodyweight. Wat veel minder belastend is voor je onderrug. Dus dit doe ik naast het fietsen. En dat zorgt er toch een beetje voor van dat ik wat spierspanning krijg. Een beetje dat opgepompte gevoel in je lichaam hebt. Wat toch weer een beetje dat geluksgevoel door je lichaam laat gieren. Nu heb ik van One2Fit een apparaat gekregen die je heel erg handig thuis kan gebruiken. Je kan er allerlei soorten oefeningen op doen met je eigen lichaamsgewicht. Wat je normaal gesproken ook in een sportschool kan doen. Dus heel erg handig. Mocht je nou ook interesse hebben in dit apparaat, ik heb een linkje in mijn
beschrijving staan met de kortingscode erop. Dus mocht je het willen hebben, ga dan even naar die link toe. En dan kan je zelf ook eentje kopen voor thuis. Maar dit zijn de oefeningen die we eventjes lekker thuis kunnen gaan doen. Oefeningen kan je dus gewoon lekker achter elkaar doen als een soort van superset serie. Dat je toch een beetje een pomp krijgt in het lijf en lekker het zweet op je voorhoofd krijgt. Dus helemaal top. Ik neem jullie nog eventjes mee naar wat andere oefeningen die ik ook nog doe. Maar dat is meer gericht op mijn stabiliteit en motoriek. Dus ik blijf nog heel veel kijken, dan kom ik heel veel op adem. Het is wel interessant om jullie erin mee te nemen van wat ik doe. Om ervoor te zorgen van dat ik toch nog genoeg controle hou over mijn onderbenen. En mijn enkels. Heel simpel. Ik probeer eigenlijk altijd zo lang mogelijk, ongeveer tot 60 seconden op één been te balanceren. Daarbij probeer ik eigenlijk erover na te denken van dat mijn voeten als soort van wortels in de grond zitten. Dus dat je ook een beetje je mindset sterk houdt. Wanneer je dan gaat nadenken over andere dingen, dan zie je al heel snel van dat je evenwicht verstoord raakt. Dus dat komt ook uit een tip uit het boek van wat ik lees. Door je te focussen op één bepaald ding. En dat is heel erg lastig, want je gedachten die dwalen heel snel af. Voor mij las ik in het boek al na 8 seconden, is bij een gemiddeld mens. In goudvis zit het zelfs op 9 seconden. Dus de mens gaat daar een beetje achteruit. Ik heb ook nog andere soort oefeningen voor die daardoor weer wat moeilijker zijn. Je kan bijvoorbeeld ook met je ogen dicht doen, maakt het ook moeilijker. Of in de vorm van dat je je ene been voorzwaait ten opzichte van de andere. Dat is ook weer goed voor je motorische vaardigheden. Ik kan dus niet op mijn hielen lopen en dan gebeurt er meteen dit. Het lopen gaat daarin wel weer een stuk makkelijker. En dan zie je ook van dat ik veel hoger van de grond af hoor te komen. Dus ik wil op je tenen hoor te kunnen lopen. Bij een calf raise merk je ook dat de kracht echt heel erg moeilijk is, vooral als ik het op één been doe. Dat gaat dus zeg maar niet. Wat ik doe is ik haal me dan vast, één been naar achter. Dan lift jezelf eigenlijk een beetje omhoog, zodat je toch een beetje die bewegingen kan maken. Ja, het is niet zo dat ik op dit moment hier een sterker ga worden, want er zit natuurlijk iets in mijn rug waardoor het niet kan. Maar wel in de aanloop naar die operatie het zo sterk mogelijk houden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor mijn andere been. Twee benen tegelijk lukt dan weer wel. Dan focus ik me eigenlijk op van dat mijn hakken niet te snel naar de grond vallen, maar dat je het soort van tegenhoudt en langzaam naar de grond laat komen. Dus langzaam laten zakken. Voor de rest hebben we de lunch die we kunnen doen. Normale squats. Ja, dit zijn een beetje de oefeningen van die ik dan gewoon thuis doe, om er toch gewoon lekker bezig mee te zijn. Ik ben benieuwd hoe ik er straks natuurlijk uitkom na die operatie. Maar dit is een inkijkje in
in deze twee dagjes van mij, wat ik zo een beetje doe, waar ik me nu een beetje op focus. Dus ja, laat even weten in de comments wat jullie ervan vonden. Like de video en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dan blijf ik gewoon lekker door video's maken in deze gezellige wespenrij. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Groei lekker!